In het kader van de Jeugduniversiteit wordt zondag 9 oktober een college gegeven over de ijstijd en hoe de gevolgen ervan zijn terug te zien in Nijmegen. Ik laat de kinderen een stukje geologie van Nijmegen beleven. We hebben een bastij onderaan de Waalkaan opgraving gedaan. Dat is een archeologische opgraving geweest. Onder in de opgraving zijn wat oude resten gevonden van oude aardlagen. Die hebben te maken met de ijstijd rondom Nijmegen. Er is een laagje aangetroffen wat de grens van de ijstijd betekent. Daar gaan we met kinderen aanschouwelijk maken. En we hebben ook een onderzoek naar gedaan. We hebben materialen verzameld daar. We gaan kinderen vertellen hoe de vroegere ijstijd bij ons heeft verlopen. Ik heb een heleboel fotomateriaal. We hebben monsters genomen van die lagen. We hebben een zogenaamd lakprofiel van gemaakt. Het ijstijdverhaal heb ik ook aan kinderen verteld door middel van veel plaatjes van ijstijden, schemaatjes, heel veel foto's van opgravingen zelf. En natuurlijk de materialen zelf die erbij horen, zoals kleiballen, lakprofielen, zandlagen, die dingetjes. Omdat Nijmegen op een grote bult ligt, voor veel mensen is dat de stuurwal. Is niet zo. Nijmegen ligt naast de stuurwal. De ijstijd heeft namelijk de stuurwal geërodeerd. Smeltwater van de stuurwal is omlaag gestroomd. Heeft modderstromen veroorzaakt. En Nijmegen is feitelijk gelegen op die modderstroom naast de stuurwal. Onderaan de bastij is een groot gat gegraven. Diep onderin de bult, zeg maar dan. En daar hebben we een paar dingen aangetroffen. Onder andere naast Romeinse en middeleeuwse resten ook lagen van voor en in de tijdens de ijstijd. Ja, we kunnen een stap maken van 2000 jaar Romeinen naar 200.000 jaar geleden naar de ijstijd. Nou, wat goed te zien is, is vooral de gelaagdheid onderin de kuil, onderin de opgraving bij de bastij. We vinden daar in de kuil lagen van de Romeinen, bovenop de middeleeuwen, maar helemaal onderin de gelaagdheid van de ijstijdafzettingen. Dat wil zeggen dat de spoelzandwaaier van de stuurwal afgerold is, zeg maar, op een rivierlaag ligt. En dat vinden wij voor kinderen interessant om aan te bieden.